De BOA's in Voorschoten zijn vorige week begonnen met een wekelijks inloopspreekuur. Op woensdagmiddag kan iedere inwoner met alle soorten vragen die ze hebben, terecht bij het bedrijfsverzamelgebouw aan de Leidseweg 29. Op deze manier willen de handhavers nog meer zichtbaarheid creëren in voorschoten. Vanuit de inwoners uh, is er best wel veel vraag naar de BOA's, veel blauw op straat. En dus hebben wij ook uh, zijn wij gaan besluiten eigenlijk om uh, dit gewoon te doen uh, voor de inwoners. We hebben iedere woensdag. Tussen uh, van 2 tot 3 hebben we een inloopspreekuur. Dus dan kan iedereen die, uh, uh, die zich vrij voelt en die vragen heeft aan ons, die kan gewoon uh, vrij binnenlopen. En dan uh, klop je op de deur. En dan uh, hopen wij dat wij uh, niet bezig zijn. En dan kan je gewoon uh, je vragen stellen aan een van de BOA's. De BOA's hebben nu twee inloopspreekuuren gehad. En tot nu toe wordt er volop gebruik van gemaakt. Gistermiddag zijn we het hele uur bezig geweest. Uh, er zijn ongeveer vier, vijf mensen geweest. En uh, het hele uur is volgepraat. We hebben vragen gehad over de blauwe zones in voorschoten. Uh, in de schoolstraat, of je daar nou wel of niet mag fietsen. En uh, gewoon parkeer in de wijken. Tijdens dit uur is geen vraag te gek. De BOA's zorgen ervoor dat elke vraag beantwoord wordt. We beantwoorden vragen van afval tot aan fietsen die heel lang uh, in voorschoten staan. Maar ook van burenrugies tot snel rijden. Als de vraag niet voor ons bedoeld is, dan sturen we hem of gewoon naar de gemeente door. Of aan de politie. Het is net aan wat voor vraag het is. De inwoners vinden het inloopspreekuur een goed idee. Vind ik vind het een heel goed idee, een heel goed plan. Ik heb er zelf gisteren gebruik van gemaakt en ik hoop dat het uitgevoerd wordt. Ja, ik vind het heel belangrijk dat er ook hier in het dorp veiligheid is voor iedereen. Belangrijk voor, voor het dorp, vind ik. En, ja, ze waren duidelijk en ze waren het met mij me eens, met mijn mening. Dus, dus ik hoop dat het uitgevoerd gaat worden. En zou u er gebruik van maken? Ja, indien nodig wel. Ja. ja, als het nodig was zou ik het doen. Ja. Iedere woensdag tussen 2 en 3 kunnen de inwoners in gesprek met de Boa's. Maar ook buiten die tijden zijn zij, mits zij in dienst zijn, gewoon aanspreekbaar. Met regelmaat zijn we gewoon op straat. Dat is ook ons werkterrein. En als de mensen ons daar zien, kunnen ze ons altijd. En dat is ook de bedoeling dat ze ons blijven aanspreken. Het inloopspreekuur is voor nu nog een proef. In de loop van de tijd zal blijken of het wekelijkse uurtje permanent wordt. Ja, voorlopig wel. Het is een proef. Dus we gaan kijken of er aanloop voor is en of mensen de behoefte dan hebben. En dan, uh, dan gaan we kijken of het nodig is, ja of nee.